Hou jij van een uitdaging? Ik wel. Ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Ja, eerlijk gezegd, als het gaat om sportieve uitdagingen, dan pas ik. Als we moeten kijken wie het langste kan planken of wie de meeste push-ups gaat doen, ja, daar ga je ongetwijfeld van mij winnen. Maar als het gaat om een creatieve uitdaging, om een op een speciale manier een kaart te maken, ja, dan doe ik echt wel heel erg graag mee. De challenge die ik voor vandaag heb uitgekozen komt van de Dutch Card Lovers nummer 373. En dat is om een kaart te maken met een gedeeltelijk vellum paneel. Yes. Dus laat ik beginnen met een stuk vellum. Dit is een reststuk zoals je ziet. Dus ik ga hem doormidden snijden bij 10,5 centimeter. Zodat ik de breedte heb van mijn kaart. En dan ga ik hem een rillijn geven bij... Wat zou ik doen? 2 centimeter. En dan ga ik hem hier recht afsnijden. Maar dit komt dan weer tussen stukken cardstock. Dus dit is mijn vellum gedeelte van de kaart. Dit komt tussen twee achterpanelen. En dit onderste gedeelte komt dan tussen een voorkant paneel. Nou, voor mijn voorkant wil ik crumbcake gaan gebruiken. Dus ook deze ga ik doormidden snijden bij 10,5. En ik snijd hem bij 14,85. Dat is gewoon zodat ik een paneel heb voor later een keer een kaart. En deze kan ik dan weer doormidden rillen of net welke maat ik dan denk nodig te gaan hebben uiteindelijk. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het nog een beetje spannend. Voor mijn achterkant heb ik Tahitian Tide. Als het goed is, is dit al 10,5. Dus deze kan ik gewoon doormidden gaan snijden bij 14,85. Ik zou hem natuurlijk technisch gezien ook gewoon een rillijn kunnen geven. Ik geef hem een rillijn. Want de bedoeling is dat hij dus uiteindelijk hier... Dat deze ertussen gaat komen. En dan is rillen eigenlijk net zo makkelijk als snijden. Toch? Dus dan heb ik zo de hoogte van mijn kaart. Ja, ik vind het dan net zo makkelijk is. Dus die kan ik alvast aanduwen met mijn vouwbeen. Zorgen dat ik mijn hoekjes goed op elkaar heb zitten. Ik denk dat ik gewoon met mijn termentape, denk dat dat net zo makkelijk is, met mijn termentape langs de drie open kanten. Daar. Even kijken, dat moet natuurlijk ook aan deze kant, want daar komt het vellum dan ook weer tegenaan. Deze nou opgevouwen, dan zie ik precies de lijn waar deze dan komt met mijn kaart. Ik kan hem gewoon op elkaar leggen en deze omvouwen. Zorg dat hij goed strak erin zit. Dat is dan het ene gedeelte. Nou, deze komt dan dus hieronder er tegenaan. En die wil ik gaan versieren. En daarvoor heb ik een rondje gelukswensen stempelset gepakt. Dus ik wil deze afbeelding gaan gebruiken. En die wil ik gedeeltelijk van de crumbcake af laten komen. Dus die ga ik stempelen op Basic White. En om die te stempelen ga ik Stazon inkt gebruiken. En een D-blok. Ik ga Stazon gebruiken omdat ik hem wil gaan kleuren met de inkt en een aquapainter. En met Stazon gaat hij dan minder snel uitlopen. Ik
kan je mooiere, strakkere lijnen krijgen. Ten opzichte van met Versamark. Memento. Kijk, super mooie strakke afbeelding. Omdat ik met Stazon heb gewerkt, moet ik ook Stazon reiniger pakken om deze even schoon te maken. Dit is de Stazon reiniger. Wellicht dat het flesje er inmiddels anders uitziet. Ik heb deze al heel erg lang. Dit is een uitgedroogd billendoekje. Het gaat mij er gewoon om dat ik eventjes een ander doekje gebruik dan mijn chamois. Gewoon puur om die ergste Stazon eraf te krijgen. Stazon reiniger, omdat Stazon zelf natuurlijk best een sterk spulletje is, is dit ook best een agressieve reiniger. Dus ik vind het zelf altijd fijn om hem daarna alsnog een keertje aan mijn chamois af te wrijven. Dat er geen rare residu troepjes aan zitten. Maar dat hij gewoon weer helemaal schoon is. En dat ik ook zeker weet dat er geen pluisjes nog aan zitten van billendoekjes. Wat heel de reden is waarom ik graag een chamois gebruik in plaats van billendoekjes. Nou, zoals ik al zei, ik ga hem kleuren met inkt en mijn waterpainter. Waterpainters worden verkocht in een setje van 3. Er zit een hele dikke in, een medium in. En dit is de kleine borstel. En ik ga wat inkt gebruiken om te kleuren. Ik ga natuurlijk Tahitian Tide gebruiken, zodat ik die achtergrondkleur nog een keer terug laat komen. En ik wilde mijn zon gaan gebruiken. Daffodil Delight met Petal Pink en Calypso Coral. Ik denk dat dit een hele mooie zonsopgang, zonsondergang kleuren gaat geven. Dus dit ga ik snel eventjes doen buiten beeld. En dan kom ik bij je terug. Oké, hij is gekleurd. Ik laat hem nog even drogen. Dus ik leg hem even hier aan de zijkant. En dan kunnen we vast doorgaan met dit paneel. Want hier wil ik dus een achtergrond op gaan maken. En ja, kijken hoe dat ik hem dus ook aan de achterkant moet gaan gebruiken. Ik wil crumb cake inkt gaan gebruiken. En de afbeelding met alle schelpjes. En ik ga gewoon wat doen. Dus ik breng wat inkt aan. Ik begin hier bovenaan in de hoek. Vervolgens draai ik hem. En nog een keer. Kijken waar die uit gaat komen. Zo. En dan wil ik eigenlijk een beetje deze kant naar beneden toe wat verder gaan uitbreiden. Dat er een heleboel schelpjes op mijn strand liggen. En ik denk dat dit ver genoeg naar beneden is. Voor onze kaart. Ja, dat is prima. Ik ga deze lijn uitknippen met mijn schaar. Gewoon een beetje grof. Ik ga diezelfde vorm nog een keertje uit dit paneel snijden, knippen. Ik denk dat het slimste is om eerst even met een potlood na te tekenen. Okay, dus nu heb ik twee keer exact dezelfde vorm. En dat betekent dat ik er dus eentje op de voorkant kan plakken. En eentje aan de binnenkant, zodat je aan de binnenkant straks de lijmresten ook niet ziet. Dus nu is het moment om te bepalen hoe groot ik hem wil hebben. Ik denk dat ik hem gewoon hier aan de onderkant afsnijd. Aan de onderkant hier van mijn schelpjes. Daar. Zo groot gaat hij worden. Het is niet heel wetenschappelijk. Het is gewoon, zo is het. Ik ga met mijn multifunctionele vloeibare lijm aanbrengen aan het bovenste gedeelte. Ik laat het onderste gedeelte vrij, want hij gaat niet helemaal tot aan de onder toe. Dus het onderste gedeelte laat ik nog even vrij. Breng ik mijn lijm aan. Ik zet mijn kaart op zijn kant. En ik zet mijn schelpjespaneel op zijn kant. En dan hoef ik alleen als mijn onderkant gelijk zit, hoef ik alleen de zijkant in de gaten te houden om te zorgen dat mijn kaart recht wordt. Dan ga ik nu de binnenkant
van lijm voorzien. Kijk, want we zien hier nou natuurlijk allemaal die lelijke lijmlaag. Dus nou ga ik de binnenkant van lijm voorzien. En daar kan dat andere stuk tegenaan. En ongeacht van welke kant je de kaart bekijkt, zie je dus geen lijm. En dan hoef ik dit alleen nog maar even rechtaf te snijden. Inmiddels is mijn cirkeltje ook gedroogd met mijn afbeelding. Deze ga ik uitstansen met de 2-inch cirkelpons. Deze vind je niet in de catalogus. Dit is een online-only artikel. Dus wanneer je aan het shoppen bent, kun je gezellig naar de Stampin' Up! Website. En daar vind je een apart gedeelte wat online only heet. Er zijn artikelen die alleen maar via de webshop verkocht worden, niet in de publicatie staan. En daar zijn deze maand weer een heleboel nieuwe leuke artikelen aan toegevoegd. Alvast voor onder andere het kerstseizoen. Dus neem daar vooral ook een kijkje en pak gelijk die 2-inch cirkelpons. Want dat ding is echt ontzettend handig. Dus die gaan we uitponsen. Ik zal de links klaarzetten in de omschrijving hieronder. Kijk, als ik deze nou hier erbij doe, dan wil ik natuurlijk nog wel een tweede cirkeltje om aan de achterkant te doen. En ik denk dat ik daar weer net iets anders ga doen. Ik ga daar de 2 en 3 inch cirkel voor pakken. Die wordt verkocht in een bundel samen met de rondje gelukswensen. Dus die heb ik hier. Dus deze pons kan je natuurlijk loskopen. En dan heeft hij het artikelnummer wat je hieronder vindt. En dat is natuurlijk prima als je alleen maar de pons wil en je zegt van ik vind de stempelset niks. Maar mocht je nou toevallig de stempelset in het Nederlands hartstikke leuk vinden. En dan kun je hem ook samen met deze 2 en 3 achtste inch pons kopen als een bundel. En het voordeel van een bundel is daar bespaar je 10% mee. En dan gebruik je deze code die je hier vindt. Dus vandaag wil ik dus deze gaan gebruiken. En die ga ik ponsen uit een stukje Daffodil Delight kerkkarton. Want het leuke hiervan leek mij dat als ik nou deze hier op de voorkant doe, precies waar ik hem wil, dan kan ik deze hier aan de achterkant er tegenaan doen. En dan zie je nog net een randje van dat geel ertussendoor. Ik vind het leuk. Ja. En ik heb natuurlijk nog een groet nodig. Daar moet ik ook nog even over nadenken. Dus ik ga dit eerst even opplakken. En die gele erachter tegenaan. Zo, dus die zit er nou achter tegenaan. En weet je wat ik me nou net zat te bedenken? Voor mijn spreuk. Want ik zat eerst te denken van, oh, die kan ik wel hieronder doen. Maar, kijk nou. Hij past natuurlijk perfect als ik hem op het vellum stempel. Daar past hij natuurlijk perfect. En dan blijft hij nog steeds verstopt achter het geel van de Daffodil Delight. Ah. Ik vind dat wel heel erg fijn. Ik denk dat dat heel mooi gaat zijn. Dus hij moet zo dicht mogelijk bij die rand zonder er op te gaan. Altijd spannend dit. Ik denk, perfect. Ha! En dan wil ik er eigenlijk toch nog een klein beetje bling aan toevoegen. Dus ik heb hier de Loose Silver Sequin. En ik denk dat die er zo mooi bij gaat staan. En dan kan ik net die rare ruimtes hier nog opvullen. Ik zal zorgen dat ik ze aan de goede kant op plak. De ene kant zie je ze wel, aan de andere kant zie je ze niet. En nou zitten alle blingetjes erop. Ja, de lijm die moet nog drogen, dus dat duurt eventjes. En dan zul je zien hoe mooi dat die weer schittert. Mocht je meer informatie willen over deze kaart, dan kan je natuurlijk altijd een kijkje nemen op www.prulleke.nl. Daar schrijf ik een blogpost met nog wat foto's erbij. En als je alle informatie ook wil kunnen downloaden, dan moet je even op de link klikken die hieronder in de omschrijving vindt. Die neem je mee naar een gratis PDF en ook een boodschappenlijst met alle producten die ik gebruikt heb. Dus dit is de kaart voor vandaag. Dutch Card Lovers Challenge 373 was dus om een vellumpaneel te gebruiken voor je kaart. En ik ben echt heel blij met hoe dat deze eruit is komen te zien.
Wil jij nou zelf ook meedoen met een creatieve challenge? En heb jij nog producten daarvoor nodig? Dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke stamp-up demonstratrice ben. En ik kan jou graag helpen met jouw bestelling. Denk eraan, deze maand kan jij extra korting verdienen. Bij iedere 60 euro die je uitgeeft, krijg je een kortingscode ter waarde van 6 euro die je in augustus weer kunt gaan inleveren. Dus het is extra interessant om nou te gaan shoppen. Dat kan je doen op twee manieren. Ten eerste kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar leonie@prulleke.nl en dan kan ik jou helpen met je bestelling, adviseren als je daar behoefte aan hebt. En op die manier kan je ook meedoen met de verzamelbestelling. Of je kan je bestelling plaatsen via de Stampin' Up! Online webshop. Denk er dan aan om gebruik te maken van de gastvrouwcode wanneer jouw bestelling onder de 200 euro is. En weet dat als jij voor minimaal 50 euro besteedt en je gebruikt die gastvrouwcode in de webshop, dan krijg je aan het einde van de maand nog een kleinigheidje van mij als dank dat je mij hebt gekozen als jouw demonstratrice. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond, dat je geïnspireerd voelt om zelf ook lekker creatief aan de slag te gaan. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. Laat een comment voor me achter, vind ik altijd reuze leuk om te lezen. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan op dit kanaal. Want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was hem weer voor nu. Ik wens je heel veel knutselplezier en graag tot de volgende keer. Doei doei!